is de Partij van de Arbeid. En ik heb een luide klank en dank voor de burgemeester. Goedenavond allemaal, ik ben Eline van Bokstal, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Dongen. Wij zijn ontzettend trots op de resultaten die we afgelopen 4 jaar bereikt hebben. En ik hoop u daar vanavond veel voorbeelden van te kunnen geven. Ik ben vooral ook heel erg blij dat u hier vanavond bent, want 21 maart is het moment om weer te kiezen voor Dongen voor de komende jaren. En als we kijken naar Dongen in 2022, volgens mij is Dongen al een prachtige gemeente. En ook de komende 4 jaar wil de Partij van de Arbeid niemand links laten liggen. Want u vindt het toch ook belangrijk dat iedereen mee kan doen in Dongen. Dus daar gaan we voor met een aantal concrete voorbeelden. We gaan scholen verbouwen en nieuw bouwen. We willen een mantelzorgvriendelijke gemeente worden. We willen woningen voor jong tot oud en ook renteloze leningen verstrekken als mensen duurzaamheid aan willen brengen. Een burenbudget invoeren. Dank u wel. Ja, ik wou even op mevrouw Schouten ingaan van D66, want ze had het net over initiatieven van inwoners in de raad door middel van moties. Ja. Maar ik denk juist als gemeenteraad vertegenwoordig je de inwoners. En als we kijken in de gemeenteraad is er de afgelopen 4 jaar zijn er initiatieven ingediend. 94 stuks, dus 94 moties zijn er ingediend vanuit de partijen die natuurlijk met hun achterban gesproken hebben. Dus ik denk dat we dat al enorm aan het doen zijn. Ondernemen en Dongen gaat fantastisch goed samen, want ik denk dat Dongen een ontzettend ondernemend dorp is. Ik ben het eens, het is heel belangrijk om natuurlijk naar allerlei organisaties te luisteren. Daar kan actiever worden gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat wij dat ontzettend goed doen en goed weten wat er speelt. Wat wij wel ontzettend belangrijk vinden is dat wij er voor de bestaande ondernemers zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwe ondernemers. En daar gaat de Partij van de Arbeid zich de komende 4 jaar op richten. Dat wij concreet een ondernemersadvies ook willen gaan bieden aan startende ondernemers. Want nu moeten wij naar Tilburg verwijzen als iemand hier wil starten. En wij moeten dan gewoon in eigen huis hebben om die begeleiding te kunnen doen. Ja, ik zou graag, we noemen allemaal wat we missen, maar we zeggen helemaal niet hoe we het dan op gaan lossen. Dus daar zou ik graag een concreet voorbeeld bij willen geven. Uiteraard duurzaam en bedrijven. En wij hebben als concreet punt in ons programma dat als bedrijven moeten gaan investeren omdat ze duurzaamheidsmaatregelen gaan nemen, dat we met groene lezers willen gaan werken. Dus wij willen dat stimuleren door korting te geven op de lezers die betaald moeten gaan worden. Partij van de Arbeid is voor de aanleg van deze weg. Wij houden dagelijks ons hart vast dat er niet grote ernstige ongelukken gebeuren. En die gebeuren echt. De natuurcompensatie is genoemd. Wij zien ook dat er meer verkeer gaat komen. En wij hebben één concreet zorgpunt. En dat is de kruising via Bundesweg en de rotonde Kanaaldijk. En daarvan zouden wij graag zien dat daar een veilige oplossing komt. Bijvoorbeeld in de vorm van een rotonde. Zorgen dat niemand voor niets werkt. En dat voor niets, dat kan inderdaad in de vorm van een beloning. Maar werken kan ook in de vorm van het bieden van een opleiding. Want wat we steeds meer zien is dat bedrijven ook vragen om personeel dat een opleiding heeft. En daarna kun je natuurlijk ook iemand op een hele positieve manier belonen. Ja, maak me ook zorgen om, hoewel de leeftijd in Dongen vergelijkbaar is met onze omliggende gemeente. Er staat natuurlijk wel een aantal prominente plaatsen leeg en daardoor oogt het alsof er veel leeg is. Daar kunnen we gaan voorkomen en daar zijn we ook aan het gesprek met eigenaren voeren. Op een of andere manier, en dat is helaas rijksbeleid, maar daar baal ik enorm van, is het aantrekkelijk om je pand leeg te laten staan. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn, maar wat wij wel kunnen doen is herbestemmen van panden. En daarmee kunnen we ook bijvoorbeeld bestemmingen die nu detail allemaal hebben, wonen maken. Want als het centrum ook ergens om vraagt, is het wonen. Waarom wordt er niets gedaan aan het parkeergebrek in het centrum door middel van bijvoorbeeld een blauwe zone? Nou, er is onderzoek gedaan naar het parkeergebrek. Ja. En je moet even bereid zijn om een paar meter te lopen. We kunnen niet allemaal recht voor de deur parkeren. Daarom is de noodzaak er niet om een blauwe zone. Het zou... U gaat er niet voor staan. U ook? Nee, ik ben er niet voor. Okay. En u? Wij zijn er ook geen voorstel voor. En hierachter? Nee, ook niet. Ja. Het kiesprogramma van de VVD staat blauwe zone. Oh, stiekem. Nee, we zijn niet. Nee. Wij willen dat voor het laatst beperken. Wij willen uiteindelijk al die ruimte die er is. Er komt heel veel ruimte beschikbaar. Die uiteindelijk hier in het centrum wordt vrijgemaakt. Ik denk dat die ruimte in eerste instantie beschikbaar is. Mocht het niet lukken dat het op deze manier gereguleerd wordt, dan wel. Maar, dan wel. Een punt waar ik ontzettend trots op ben, wat wij bij de vorige coalitieonderhandelingen ingebracht hebben als Partij van de Arbeid, dat was dat mensen die een laag inkomen hebben, ook gebruik mogen gaan maken van de voorzieningen van minima.
En die grens, de inkomensgrens, lag op 110% en die hebben we opgerekt naar 120%. Daarmee hebben we echt ervoor gezorgd dat een dikke 100 huishoudens daar meer gebruik van kunnen maken. Ja, dit, maar de vraag was waar dit nu het grote probleem is. Ja. Dus, daar kom ik hier, want we zijn er nog lang niet. Dus we hebben die inkomensgrens willen we nu verder op gaan rekken naar 130%, zodat nog meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Een automaatje waar inderdaad ook in ons programma staan. Maar wat ik ook belangrijk vind, is laten we ook niet doen alsof bepaalde voorzieningen in Dongen er nog niet zijn. Want ik vind dat we in Dongen echt hartstikke rijk zijn aan voorzieningen. We hebben een weduwe en weduwnaars moment elke week. We hebben bij Europlus koffiemomenten waar mensen elke week terecht kunnen. Allerlei andere instanties zetten zich in, ook al tegen eenzaamheid. Dus ik vind dat moeten we ook zeker niet vergeten te noemen. Ja, en ik wil daar nog een concreet voorbeeld aan toevoegen, want wat wij ook in ons programma hebben staan, is dat in deze tijd een mobiele telefoon voor middelbare scholieren onmisbaar is. En wij willen dus ook graag dat er een voorziening komt dat kinderen die dat niet kunnen betalen, waarvan ouders dat niet kunnen betalen, daar wel aanspraak op kunnen maken. Ja, een extra doelgroep binnen mantelzorg die ik heel graag wil noemen zijn inderdaad jongeren. Er is echt een groep jongeren die mantelzorger is. En ik denk dat het heel goed is ook om in samenwerking met scholen te gaan kijken hoe we die jongeren kunnen ondersteunen. Zodat zij niet alleen zorgen, maar ook zeker nog kind kunnen zijn. Waar ik graag aandacht voor wil vragen, dat hebben we bij de PvdA ook bij de begrotingsbehandeling al gedaan. Middelen die vanuit het Rijk komen, die mogen we niet meer labelen. Maar we willen er wel echt voor waken dat geld dat vanuit het Rijk komt, in principe voor zorg, ook echt in Dongen naar de zorg gaat en niet spreekwoordelijk aan de lantaarnpalen wordt uitgegeven. Schoolzwemmen. Schoolzwemmen heeft ook de Partij van de Arbeid ingebracht in het coalitieakkoord. En die mogelijkheid is er op dit moment weer, zodat kinderen van de hogere basisschoolgroepen zwemvaardig blijven. En kinderen die nog geen diploma hebben, dat zij die alsnog kunnen halen. Zodat geen kind in Dongen van school hoeft te gaan zonder zwemdiploma. Nu is er een aantal scholen die daar gebruik van maakt. En in de komende periode willen wij ons hard voor maken dat dat verder uitgebreid kan worden. Ja, ik denk dat schuldhulpverlening ontzettend belangrijk is. In deze periode hebben wij een motie ingediend voor Fix Up Your Life. Dat zijn cursussen voor jongeren van 18 tot 27 om te voorkomen dat zij verder in de schulden raken en op achterstand komen. Ik denk dat dat concrete maatregelen zijn die je kunt inzetten om schulden tegen te gaan en snel op te lossen. Ja, veiligheid vind ik ook veilige wegen, vind ik ook veilige speelvoorzieningen. En de Partij van de Arbeid heeft onlangs nog ervoor gezorgd dat op dit moment alle speeltoestellen in de gemeente Dongen bekeken worden. En dat er een plan van aanpak komt hoe die ook op den duur vervangen moeten worden als ze niet goed meer zijn. En dat vind ik ook zeker belangrijk voor veiligheid. Ja, ik wil nog even terugkomen op D66, want ik hoor wederom heel weinig concrete voorbeelden. Ik zal twee voorbeelden geven die de Partij van de Arbeid in het verkiezingsprogramma heeft staan. De eerste is inderdaad bij nieuwbouwwoningen dat we er daarna moeten streven om geen gas meer in die woningen te krijgen. En dat er renteloze leningen verstrekt worden aan mensen die hun huis willen verduurzamen. Ik denk dat je dan twee hele concrete punten hebt waar je mee aan de slag kunt gaan. Ik denk dat de vereniging nu zelf eerst aan zet is. Zij hebben heel duidelijk aangegeven wat zij niet willen. Dus ik denk op het moment dat zij wel weer openstaan voor locaties en plannen, dat we dan verder kunnen kijken wat er haalbaar is. Nee, want we hebben gewoon een vaste afspraak over grondonderhoud en op welk niveau dat gebeurt. Dus het is niet waar dat dat verslechtert. En wat zijn wat u betreft de maatregelen om Dongen op bruisend levendig te houden? Waar zitten toch alle evenementen, festiviteiten? Ja, een aantal jaar geleden is wegens bezuinigingen het burenbudget afgeschaft. En de Partij van de Arbeid heeft in het programma staan dat wij dat graag willen herinvoeren. Zodat er ruimte is ook voor straten, voor buurten, om met elkaar activiteiten zoals een buurtbarbecue Dank. Ja, u vroeg een concreet voorbeeld. Ik ga er één geven. In ons programma staat een uitbreiding van de ecologische verbindingszone. Ja, ik hoop dat ik zo concreet mogelijk in mijn voorbeelden ben geweest. En ik zou vooral ook tegen de ouderen willen zeggen, stem gerust PvdA, want de oudere partij heeft zich gemeld voor ons verkiezingsprogramma er was. En anders had meneer kunnen lezen dat wij juist ook een ontzettend grote paragraaf voor ouderen hebben. Ik heb maar één stemadvies. 21 maart gaan stemmen. Dank. Dames en heren, dank voor uw komst.